En dan leuk nieuws, dames en heren. Want op zaterdag 19 november organiseren wij in samenwerking met Pathé in Tilburg een leuke voorstelling van de leukste Sinterklaasfilm van dit moment. En dat is Sinterklaas en het raadsel van 5 december in de bioscoop te zien op dit moment. En wij hebben, als het goed is, nu de regisseur hangen van die film. En dat is Martijn van Nellestein. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het mag duidelijk zijn, Martijn, dat Sinterklaasfilms jou niet vreemd zijn. Want ja, als ik jouw cv zie op het gebied van Sinterklaasfilms, dan laat ik dan even de laatste 4 grote films erbij pakken. Ik bedoel, jij was verantwoordelijk voor Sinterklaas, Het Geheim van het Grote Boek, De Verdwenen Pakjesboot, Het Pakjesmysterie vorig jaar. En nu de nieuwe film, Het Raadsel van 5 december, Martijn. Ja, klopt helemaal. Ja, ja, het is ergens een beetje uit de hand gelopen met Sinterklaas. Ja, maar het is wel grappig dat iemand zich daar zo volledig op kan storten. Want ik heb het idee dat jij gewoon dan het hele jaar ook met Sinterklaas in je hoofd rondloopt. Nou, bijna het hele jaar. Het is wel zo dat op 6 december ben ik de eerste die als een gek naar het tuincentrum rent. Ja. Om de grootste kerstboom te halen die er op het moment nog is. Om dan echt die 3 weken die volgen, dan toch echt wel 3 weken even kerst te hebben. Ja. En dan begint het gesodemieten van voren aan leren. Hey, waar gaat deze film precies over, Martijn? Nou, Sinterklaas en het Raadsel van 5 december gaat eigenlijk over een modern probleem wat Sinterklaas heeft. De Pieten belanden allemaal stuk voor stuk in de politiecel. Waarom? Op het moment dat ze bij mensen binnengaan om cadeautjes te leggen en de schoen te vullen, gaan er alarmsystemen af. Politie wordt gewaarschuwd, er zien een paar mensen in dat huis wegrennen. Nou ja, Piet wordt achterna gezeten, belanden in de cel, veel misverstanden. En Sinterklaas die heeft in het geheim iets bedacht, waardoor hij de alarmsystemen kan uitschakelen. Piet kan naar binnen, Piet weer naar buiten, alarmsysteem weer aan. Die Sinterklaas toch ook, hè? Van alle markten thuis. Die man is zo slim, wijsheid komt met de jaren. Ja. En Sinterklaas die heeft er dus iets voor bedacht. Maar ja, als de boeven daar weet van krijgen, die willen natuurlijk ook wel iets hebben waardoor ze ongezien zomaar overal binnenkomen. Ja, ja. En dan is het hek van de dam. Nou, leuk zeg. Het geinig is natuurlijk ook dat je zelf van oorsprong acteur bent. Je hebt deze film ook geregisseerd. Dus ja, een rolletje in de film, Martijn, kon niet uitblijven, hè? Nou ja, het is eigenlijk een aantal jaar geleden heb ik de rol van Joris gespeeld. En dat was eigenlijk omdat iemand ziek was. Nou, ik val wel even in, want ik ben er toch. Dat is een van de twee boeven. En dus mijn haar in de blonde heer gezet en die rol gespeeld. Superleuk. En uiteindelijk door de jaren heen zijn die twee karakters erg populair geworden. Ja. En mochten ze er niet meer uitgeschreven worden. Okay. En aangezien ik acteren ook erg leuk vind om te doen, is het natuurlijk super dat je en kan regisseren en kan acteren en een superleuke rol kan inzetten. Ja, het is natuurlijk handig, want je doet het als acteur dan altijd goed, hè, vindt de regisseur. Nou nee, ik heb op het moment dat ik speel, heb ik een regisseur, Aaron van der Rest, dat is mijn linkerhand tijdens de film. En die regisseert mijn scènes. Op het moment dat het dan opstaat, dan ga ik ze pas terugkijken. Zodat op het moment dat ik speel, ik ook echt bezig kan zijn met spelen. En dat er ook echt wel iemand is die tegen mij zegt hoe ik het moet doen. Ja. Hey, kun je eens een tijdspan schetsen? Want ik heb begrepen dat de opnames natuurlijk vaak tijdens een bloedhete zomer plaatsvinden. Mensen die dan inderdaad, als Sinterklaas voor de camera staan en zo. Wanneer begint het voor jullie precies? Want je gaf net al even aan, ik vier 3 weken kerst. We beginnen in januari, dan beginnen we met de onderhandeling met de filmmaatschappij en de besprekingen voor het nieuwe verhaal. Dan ga ik meestal in februari en maart, dan zonder ik mij helemaal af en ga ik het script schrijven. Dan gaan we in maart, april produceren, alles voorbereiden, alles regelen, acteurs en de hele rattenplan. En dan meestal mei, juni en een stukje van juli filmen we een aantal dagen, 20 tot 25 dagen. En dan de periode tot en met 1 september is het om de film af te wikkelen, af te ronden, te masteren. En dan moeten de kopies gemaakt worden en dan eerste week oktober in première. Wat een gaaf werk eigenlijk heb je toch, joh. Hè? Het is superleuk werk. Ja, de film die stikt ook van de BN'ers, wat het natuurlijk erg grappig en ook commercieel erg aantrekkelijk maakt. Staan ze in de rij of moet je ze echt met een enorme zak geld over de strepen trekken? Nou nee, want bij ons wij zijn een film die geen subsidie heeft. Dus wij hebben erg weinig budget. Waar normaal een film voor 1,5 miljoen gemaakt wordt, doen wij het met 3 ton. Ja, zo. Dus dat is echt een verschil. En we hebben gewoon een hele grote groep BN'ers die bij ons al jaren meespeelt. Nou, zoals worden Gerard Joling en dit jaar nieuw Frans Duisrood, Makkerbaf, Emla Tevens, Inge Ipenburg. Nou, echt een hele waslijst. Gaat maar door. Ik zie zelfs ook André Kuipers op het lijstje staan. Deze film heeft ook een ruimtetwist in het verhaal zitten. En dan kan André Kuipers, natuurlijk niet uitblijven. Nee, geweldig. Wel leuk om al die mensen bij elkaar te krijgen, denk ik. Zoek je dan ook de juiste mensen inderdaad voor de juiste rol? Of denk je van, nou, bedoel, dat kan in principe iedereen spelen. Je hoeft niet Peter van der Vorst te zijn om die rol te kunnen spelen, bijvoorbeeld. Het ligt aan de grootte van de rol. In het geval van Peter van der Vorst is natuurlijk een presentator, geen acteur. Mm-hmm. En Astrid Joosten ook niet. Alleen dat waren 3 scènes van een papa en een mama die met een zoontje thuis zijn. Niet heel veel tekst. Dan kan een niet-acteur dat ook wel spelen. Ja. En op het moment dat de rol wat groter is, dan heb je natuurlijk wel goede acteurs nodig. Als een Pamela Tevens en een Inge Ipenburg, Hetty Heiting.
Ja, heel begrijpelijk. Hey, zaterdag 19 november, dan is er een speciale Radio 8 FM voorstelling van de leukste Sinterklaasfilm van dit moment. Sinterklaas met het raadsel van 5 december bij Pathé in Tilburg. Radio 8 FM luisteraars maken kans op gratis kaarten en ook op een hele leuke verrassing daarbij nog. En ik heb begrepen dat jullie ook nog iets gaan doen daar op locatie wellicht. Ik geloof dat Joris en Boris die dag ook langs gaan komen. Dat ze nog gaan zingen en optreden. Dat nog wat acteurs komen. Dat nog van alles. Ik geloof dat het een hele grote happening gaat worden daar. Nou, kortom, dat mag je niet missen. Dus ga even naar onze website radio8fm.nl. Hey, nog een vraag. Zijn er al plannen voor volgend jaar? Het hangt natuurlijk af van hoe deze film natuurlijk uiteindelijk eindigt zometeen. Mm-hmm. Maar het afgelopen jaar is wel gebleken dat Nederland toch echt deze Sinterklaasfilms wel wil zien. Elke keer in de top 10 van de hele best bezochte Nederlandse bioscoopfilms. Ja. Dus als Nederland dit jaar weer, dat het blijkt dat men de Sinterklaasfilms wil, nou ja, dan gaan Erik Jan en ik zeker weer om de tafel zitten om te kijken of we het volgend jaar weer voor elkaar kunnen krijgen. Nou, ik denk dat Nederland dat zeker wil. Als we al zien wat voor succes het afgelopen jaar is geweest, dan zit Nederland zeker op een nieuwe Sinterklaasfilm te wachten. Dus ik hoop dat jullie het voor elkaar krijgen. We gaan ervoor knokken. Nou, we zien je sowieso de 19e, Martijn. En dankjewel voor je tijd even. Oké, hoi. Rijken van Brabant, goeiemorgen. Ja, dat gaat leuk voor je, jongens. Dit is Radio 19 november dus, speciale voorstelling voor Radio 8 FM luisteraars van Sinterklaas en het raadsel van 5 december. Kijk maar op onze website. Morgen zijn we er weer met een nieuwe ochtendshow.